De Vereniging van Inheemse Dorpen in Suriname, de FITS, heeft gisteren haar driedaagse miniconferentie afgesloten. Tijdens deze conferentie is er onder meer gesproken over de grondenrechten, milieuvraagstukken en de voorbereiding naar de 8e FITS-conferentie, welke in augustus 2022 wordt georganiseerd. Carlos Lewis, dorpshoofd van Apura, geeft aan dat deze conferentie bedoeld was voor alle inheemse dorpshoofden in Suriname. Een paar zijn niet gekomen vanwege de ligging en ook transport, hebben ze gezegd. Het is moeilijk, bijvoorbeeld Tapuripa, Cupido, die mensen zijn afhankelijk van een bus of een boot of zo. Het is georganiseerd voor alle gezagdragers, omdat het zijn zaken die we hebben besproken aangaande ons. Dus dat hebben we gedaan de afgelopen 2 dagen. Grondrechten als prioriteit. De vele uitdagingen van de verschillende dorpen, waarbij gronden worden geoccupeerd en ook uitgegeven binnen inheemse gebieden. En ook het milieuvraagstuk, waarbij een heleboel dorpen te kampen hebben met vervuiling van rivieren, kreken en ook bossen en zo. Lewis zegt dat er ook is gesproken over het kiezen van een nieuwe voorzitter voor de vereniging. Er is onder meer gediscussieerd over het profiel waaraan de kandidaatsvoorzitters moeten voldoen. Op de 8e FITS-conferentie zal deze kwestie verder worden besproken. We hebben het op papier. En het gaat erom, je moet bijvoorbeeld een voorbeeldige persoon zijn. Je moet verdraagzaam zijn. Je moet geen dictator zijn. Je moet diplomatisch zijn. En je moet een voorbeeld zijn voor de inheemse gemeenschap. Want het is geen gemakkelijke job om de voorzitter van de gezagdragers te zijn. Dus het is een grote verantwoordelijkheid. Maar met de ondersteuning van de andere dorpsgroepen, dan gaat het wel lukken. Er moet een wil zijn. Anders, en ook een belangrijk ding die we hebben aangehaald is dat je moet niet politiek beïnvloed zijn. We hebben slechte ervaringen daarmee. Joan van der Bos, dorpshoofd van Peking Poika, zegt dat de uitkomsten van de miniconferentie in een document zijn verwerkt. Dat is gedeeld met de vicepresident en de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport.